FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door One Casino. De entree van zowel ADO Den Haag als Volendam. Twee ploegen door velen getipt als promotiekandidaat. Maar behoorlijk beroerd aan het seizoen begonnen. ADO dat nog niet won. Wel twee keer gelijk speelde tegen VVV en Dordrecht. En Volendam ging onderuit tegen de Graafschap en Emmen. Wat het voor Volendam allemaal behoorlijk gecompliceerd maakte. Was dat ze in beide wedstrijden met 10 man eindigden. Schalk, Ideo. Ideo, Silla, terugleggen. Dat is goed gespeeld. En dat is een serieuze kans ook. Het schot van Schalk. En daarna nog een bal overgetikt door Lauwers. En zo is de eerste druk van ADO. Volendam was slordig aan deze wedstrijd begonnen. ADO juist tegenovergesteld. Fel, voorzet richting Bonis. Vlak, ook weer verder dan zijn tegenstander. En dat levert nog een schietkans op. Ideo. Ideo, dat is een goede bal. En de reflex mag er ook zijn. Want de keeper kan pas reageren als hij weet wat de spits gedaan heeft. Slimme voorzet van Ideo. Als hij hem maar een klein tikje meegeeft, heeft hij zijn eerste goal te pakken. Lauwers moet opschieten. Dat doet hij niet. Dan gaat het allemaal net goed voor Volendam. Ja, ze vragen zich bij Volendam hoogstwaarschijnlijk af wanneer dit nou eens wat minder wordt. Sayas staat te slapen. Dat levert dan Volendam de eerste kans op. En die wordt dan zo verspeeld. Omdat Van der Sloot zich daar nog een knap voor weet te gooien. Dat is sterk verdedigd door de rechtsback. En dat het daarvoor natuurlijk in defensief opzicht het nodige misgaat bij ADO. Dan profiteert Volendam niet. Wat staat is de hoekschop van Ulcik. En de kopbal van de doellijn gehaald door Sayas. Volendam wordt nu ook gevaarlijk. Plat. Toch ook allemaal weer vrij lang. En dan kan ADO nu weer gas gaan geven met Silla. Schalk uit de draai. En weer Lauwers die in actie moet komen. Gebeurt genoeg in het eerste kwart van deze wedstrijd. Vrij schop richting de tweede paal. Binnengewerkt ook. En zo komt ADO op voorsprong via Schalk. Stevig openingsoffensief van ADO leverde geen treffer op. En op het moment dat Volendam eigenlijk de laatste 10 minuten wat sterker is geworden, ook echt meedoet in deze wedstrijd, slaat de ADO toe. Het is een knappe goal, want zo gemakkelijk is het niet. Goeie goal van Schal. Weer zomaar ingeleverd. Mooie passeerbeweging. Dan komt ADO weer. En het schot gaat een metertje naast. Nu was het van Miechem. Een fout. Een behoorlijke fout ook van Amervoor. En dat is de eerste kans van ADO in de tweede helft. Mistasten van de ervaren kracht achterin. Ideo voor ADO. Meegeven aan Vlak. Bonis voor het doel. Kapbeweging nog altijd. De kans ontstaat nu. En die gaat erin ook. Vraag niet hoe. Maar het is Jari Vlak. De Volendammer die Volendam pijn doet. En ADO staat volkomen verdiend met 2-0 voor binnen 55 minuten. Goed werk van Ideo die de bal meegeeft aan Vlak. En die doet vervolgens alles zelf. Dan staat de doelman op het verkeerde been. Hoeven. Kormans blijft staan en die kan toch even aan de bak. Een serieuze kans zit voor Volendam. Beukers, de man van de kopbal heel snel weer terug, want hier komt ADO alweer. Valt die bal van Schalk eigenlijk net tussenin. Bonus. Gaat op deze manier snel een cultheld worden in Den Haag, want hij verzet ongelooflijk veel werk. En daar is hij, Bonis. En de penalty!
Nee, een zwalbe, oordeelt de scheidsrechter. Die staat er vlakbij. En geel voor Bonus, die de sokken uit zijn schoenen loopt in het eerste uur. De hele avond al, alle cijfers. Een voordeel van ADO. Ook in de stand. Ideo. Daar staat een schitterende beweging. Ideo hard voorlangs. En het is aan Lauwers te danken dat het hier bij 2-0 blijft. Hij hikt er tegenaan. Bonus tegen de eerste treffer. Heeft de kansen voor gehad. Maar het valt hem net niet goed voor de Noordier. Hulcik. Schiet niet. Volendam combineert verder. En dan uit het niets. Werkelijk komen ze op 2-1. Is het Veerman die het doet tegen de ploeg die hij vorig jaar diende met 23 treffers. Zijn tweede van het seizoen maakt het hier weer spannend. Vlak naar Ideo. Hier 1 tegen 1 met Been. Die de benen wat meer bij elkaar houdt. Van de bal is weer voor ADO. Bonus. Is voor ADO. Frustratie zichtbaar en een kaart voor Beukers en dat is de tweede. En weer gaat Volendam de wedstrijd niet met 11 man volmaken. Liep in de eerste helft al tegen een gele kaart aan, dan is dit natuurlijk olie dom. Kruis weet niet wat hij ziet. Hoe krijg je het voor elkaar om je zo te laten gaan als je al een gele kaart op zak hebt? Weer staat Volendam met 10 man. Weer gebeurt het zo ongeveer halverwege de tweede helft. Bonus. Daar maar voor. Bonus. Hoek wordt lastig nu. Schot gepakt door Laurens. Rebound valt uiteindelijk net niet voor de voeten van die jonge Laurens. Lauwers weer in de richting van de aanvallers. Maar Hoeve, het kopduel wint en een moeilijke hoek. En gelift, want dat is leep gedaan. Zoals we hem kennen. Robert Muren. En dan is het gedaan. Dan zit ADO tegen Volendam erop. Dat was een leuke wedstrijd om naar te kijken. Die eigenlijk nooit stil viel, die wedstrijd. En waar ADO uiteindelijk een volkomen verdiend overwinning over de streep trekt.